Het vuur van de graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. Je staat met 2-1 voor. En dan uiteindelijk moet je zorgen dat je die laatste, wat was het, 70 minuten zei je, dat je de laatste 20 minuten ook nog dat vasthoudt. Alleen dat is ons niet gelukt. Het lijkt erop alsof wanneer Bokila het veld inkomt, dat er dan iets totaal verandert bij Willem II, maar ook organisatorisch bij de Graafschap. Hoe heb jij dat van de zijkant beleefd? Want eigenlijk vanaf dat moment sloeg de hele wedstrijd om. Ja, maar goed, dat is ook een momentopname, want de eerste balcontact wat hij heeft, schiet hij gewoon gelijk binnen. En het is dan niet dat er dan op dat moment iets raars gebeurt, maar ja, dan sta je net niet goed. Een verkeerde keus maak je en vaak valt voor zijn voeten en hij scoort. En dan is het 2-2. Heb je het gevoel dat daarna iets breekt bij je ploeg? Want die 3-2 knalt er direct overheen, eigenlijk de 4-2 ook. Eigenlijk binnen 5 minuten tijd krijgt de Graafschap 3 doelpunten tegen. Hoe valt zoiets te verklaren? Nee, dat breekt niet. Alleen als je daarna kijkt waar die 3-2, dat is een voorzet. Nou ja, goed, hij kan gewoon goed koppen. En dan zitten we dan net niet kort genoeg. En dan is de 3-2, dat is niet gegeven moment van dat er iets breekt. Alleen, we zitten niet kort genoeg, is niet scherp genoeg. Afstanden moeten nog beter daarin. Dat die voorzet of niet gegeven kan worden, of voor de goal moet kort te zitten. Want ik denk, op plaats hebben we zelf ook nog een kopkans gehad. En die gaat er dan net niet in, dan wordt de situatie ook wel weer anders. Dus het is niet zo dat we gebroken zijn, of dat er in één keer paniek was. Nee, ik denk dat het zijn details natuurlijk zo'n wedstrijd. Alleen, Bokila is een spits die hier ook onbekend staat. Ik denk dat jij dit je ploeg ook duidelijk hebt gemaakt. Stel dat je dan teleur dat zo'n speler die deze kwaliteiten heeft, ja, eigenlijk op deze manier weer trefzeker is tegen Graafschap, ook voor het seizoen al in deze wedstrijd? Nee, het frustreert dat gewoon gebeurt. En je kunt aangeven dat iemand goed is, maar ja, goed, uiteindelijk moet je op het veld nog moet je iemand uitschakelen. Nou, ja, goed, en die bal valt gewoon elke keer voor hem op dit moment goed. De Graafschap heeft vorige week een goede wedstrijd gespeeld, de hele wedstrijd lang. Ik denk dat je de eerste 7 minuten vandaag, 75 minuten tot aan die goal van Bokila, eigenlijk ook een goed te gaan zien, want aan de bal was je ploeg toch de betere partij vandaag tegen Willem II. Jawel, maar daarna ook nog wel. Alleen uiteindelijk sta je achter en dan goed voetbal telt niet. En we hebben goed voetbal gespeeld, alleen is niet voldoende om de resultaten te pakken nog. En dat moeten we gewoon met z'n allen beter doen. Komt de Interlandweek nu op een goed moment? Of denk je na zo'n verliespartij hier in Tilburg van ik wil met deze ploeg direct eigenlijk vrijdag weer een wedstrijd spelen om dit te herstellen? Ja, ik kan van alles willen, maar we hebben nu gewoon een vrij weekend. Dus verliezen is nooit op een goed moment. Dus dat is nu dus ook niet. En ja, de eerstvolgende wedstrijd, dat duurt nog eventjes. Nou, in ieder geval, wij kunnen er in ieder geval wel naartoe werken.